Allemaal, ik ben Victor en ik kan sommige oefeningen aan jullie geven. Dus ja, als je thuishuiswerk wilt, dan ja, dat zijn de beste oefeningen voor jullie. En ja, na deze coronaperiode moet mijn muziek zo verven, dus laat mij gewoon beginnen. De eerste oefening is simpel. Het zijn 5 forehand volleys en daarna 5 crosscourt volleys en daarna 5 backhand volleys. Ik kan het voor doen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan door. Ja, dat is de eerste oefening. Ja, de tweede oefening is ietsjes moeilijker, vind ik zelf. Maar het is eigenlijk één volley hier. En daarna met de backhand één volley hier. En dan zo door. En ik kan het voor doen. Dus zo, 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 zo. Nou ja, zo door. Succes! De derde oefening is wel simpel. Het is eigenlijk een halve vlinder. Dus het is eigenlijk een spoot hier met een voorhand en dan hier met de backhand. Dus het is eigenlijk een halve vlinder. Dus ja, ik kan het voor doen. Ja, succes! Ja, de vierde en laatste oefening is meer voor de beweging. Je hebt 3 pionnen nodig en het is leuk, want je kan met zijn meerdere doen. Dus iemand moet zeggen waar jij naartoe moet gaan. Dus ja, links, midden of rechts. En ja, ik kan het voor doen. Links, recht, midden, midden, links, recht. Links, links, recht, midden, midden, recht, links, midden, recht, links, midden, recht, midden, links, links. Ja. Ja, succes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, ik vond het ook heel erg gezellig met jullie. En ja, ik hoop dat jullie ook gezond zijn. En ja, ik zie jullie een volgende keer. En ja, succes met de oefeningen.